eigen YouTube kanaal. Mami Kapio. Hey, Sammy. Goed gelukt. Rinnen zijn klaar. Eet je nou een echt bloemetje? Ik heb een chili in je stoel. Mama, kan mij, mama! Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdagochtend. Wij zijn de Bellingham familievloggers. En je ziet het goed, ik zit aan een sterk zwart kopje koffie. Was dat nodig? Dat helpt. Ja. Om wat makkelijker wakker te worden in deze donkere, lichten. Kijk, daar zijn mijn druifjes. Ja, de honden die zijn met die storm echt onrustig. Ze blaffen de hele nacht. Dus ik heb ze liggen troosten. Maar goedemorgen, lieve kinderen. Ik heb voor de hondjes een gebedje gedaan. Jullie hoeven niet bang te zijn. Met storm zijn we beschermd. De godsengeltjes. Oh, Luxie, wat Luxie neemt paprika voor ontbijt. Dat is lekker, Luxie. Heel gezonde keuze. Lekker, Luxie. Ja, Luxie neemt die paprika. Ik zie de koelkast. Die grote paprika. Ja, oh, neem de paprika maar mee. Een stukje paprika. Nou, het is vandaag dinsdag. Ja. Kijk weer gezellig met ons mee. Paprika. Ja. Nee, paprika. Ja, paprika is al ja, het is lekker. Die is lekker. Lekker paprika. Even, Luxie, heb jij lekker geslapen? Nou, Luxie, ga jij even zitten op de billetjes dan? Luxie, even balanceren. Ik weet wel waar ik kan zitten op de billen. Kijk eens. Heel prachtig. Rigoureus plekje bij vader op schoot. Kijk, daar zit ze. Wil je ook een zakje koffie? Papa, nee, wel een hapje paprika. Ja, en een kopje thee. Luxie. Baby Baslux. Luxie, gekke paprika schatje. Baby Baslux. Hetzelfde bocht. Nou, spoorwegbouwers, ja. Gaan we straks weer verder. We gaan nu naar schooltje, oké? We gaan weer andere banen bouwen. Ja. Nou, Luxie, heb je even mama, hè? Ik laat de hondjes uit en rij de auto voor. Doeg! Nou, zoals jullie zien, zit ik hier weer leuk met Luxie aan een tafeltje. En zij is mij aan het make-uppen. Oh, ik moet even stilzitten. We hebben een superleuk filmpje weer opgenomen voor op Luxie, haar eigen YouTube-kanaal. Dus wil je dit hele videootje zien? Hij is echt superleuk geworden. Check dan even Luxie Bellinga, haar eigen YouTube-kanaaltje. De link zetten we even onder deze video. Zo, nou, ik ga even weer alles opruimen. En zometeen mijn gezicht ook weer een beetje schoonmaken. Wat ben je aan het doen? Oh, mag ik het niet opruimen? Oh, ga je die ook opruimen? Goed zo. Alles weer in het mandje doen? Ja, alles maar weer in het mandje. Alles in het mandje. Alles in het mandje. Deze zit al een kusje. Zit hij nou een kusje op? Ja, doe alles maar in het mandje. Wellicht dat er bij jullie is opgevallen dat we de afgelopen maanden, vanaf december volgens mij, niet meer hebben geüpload op de kinderkanalen bij Leon en Cilla en bij Luxie. Het komt gewoon omdat we gewoon zo ontzettend druk waren. Feestmaanden hadden natuurlijk en de verjaardagen hadden. Dat het er gewoon even niet van gekomen is om nog extra video's naast de dagelijkse vlogs erbij te maken. En naast de andere dingen die we ook nog achter de schermen doen, allemaal erbij te doen. Leon en Lucilla die vroegen alleen laatst van, mam, wanneer gaan we nou weer leuk gezellig een videootje opnemen? En ze vroegen er echt wel best wel serieus naar. Dat ik denk, ja oké, misschien moet ik er wel weer tijd voor maken. Want ze vinden het leuk. Jullie vinden het denk ik ook wel heel erg leuk om te zien. En ik vind het natuurlijk ook heel erg leuk om te maken. Alleen ik moet er gewoon weer echt even tijd voor maken. Dat is het vooral. Dus vandaar dat ik net met Luxie heel leuk weer dit make-up videootje heb gemaakt. Vind je het leuk? Check even haar eigen YouTube kanaal. En abonneer natuurlijk ook even op hun kanalen. Want er komen weer regelmatig wat nieuwe videootjes voor, van de kids voorbij. Zie je er mooi uit, Marlies? Ja, we hebben weer gemake-upt. We hebben weer gemake-upt. Moet ik het even eraf halen. Ja, Luxie zit er, Luxie zit er ook heel mooi uit. Ja, kijk, hoe zie je eruit? Nou, Luxie, mooi make-upje op, hè. Ja, een mooie lippenstiftje. Mama. Ja, mama ook, ja. Schatje. Heel mooi. Schatje. Ja, oh, even jumpen bij papa. Ja, was het maar een trampoline, papa? Zo, volgens mij zat de make-up van Luxie er zo dik op dat Farah maar even met haar in bad is gegaan, omdat het er niet meer afkomt. Ze is even roepen, meisjes. Is de make-up er al af? Ja. Hé, hey, Luxie, is jouw make-up er weer af? Ja. Ja, ik zit een beetje maskertje op, hè. Oh, lekker zeg. Net als mama. Groen maskertje? Ja, het zijn allebei groen maskers. Is je make-up te waaf? Oh, nee. Geen nee? Geen roze? Jullie hebben een heel groen bad. Ja. Een heel groen bad. Wat? 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 Wat?
Even bellen. Hey Lucie, ga je dan zo meteen even lekker powernappie doen? Ja. Ja, oké. Okay. Twee. Oh. Daar ligt mama duidelijk. Ja, dus mama uit de badmonster. Hey. Dag mooie badmonstertjes. Dag. Zo, en de kinderen zijn weer thuis. Jawel, we hebben visite. Oh, dat is verre Amsterdam. Kijk, dat is dus jouw Stella. Hey. Oh, mooi. Nou, gezellig. Dankjewel. Even nog visite. Oh jongens, echt, achter de schermen zijn we met zulke leuke dingen bezig. Ik kan er gewoon nog niks van vertellen, maar ik beloof het jullie, het wordt echt super gaaf, heel vernieuwend en heel erg leuk. Maar goed, de visite die is weg. En ik zit hier met de drie kuipertjes aan de tafel. Kijk, daar zitten we. Hallo. Ik had de kinderen beloofd na school lekker cakejes te gaan bakken. Ja, en het is ook hartstikke vies, regenachtig weer buiten. Dus ze kunnen niet echt buiten spelen. Dus vandaar dat we lekker aan de tafel zitten. Ja! Om nog lekkere cakejes maken. Ja, Luxie ook. Luxie wil ook wel mee. Nou, we gaan beginnen. Wat hebben we ervoor nodig? Ja, die Luxie. Goed zo, schatje. De doos. Ja, de doos. Dingetjes in zitten. De cupcakes. Neploempjes die ik kan opeten. Voor de versiering. Ja, vormpjes. Dus twee eieren. Ja. 100 gram boter. Ja, heel goed. En die Luxie, ja, Luxie doet het ook mee. Versieringen. Ja. En daar zit versieringen. Ja. En hier hebben we marsepein. Oeh, Luxie. En hier hebben we marsepein. Ga maar zitten, schatje. Oh, ja. En we waren nog wat melk vergeten. Goed zo, Luxie. Ja, goed zo, Luxie. Mam, ik ga proberen om de eieren. Wil jij de eieren doen? Oh. Zit wasjes erin? Ja. Is het gelukt? Nee, niet. Zo. Oh, hey. Wat gaat er gedaan? Een wasje. Nou, Luan's eerste eitje. Die is gelukt. Ja, doe maar, breek maar. En dan meteen het eitje. Ja, breken. Breek het, TikTok. Ja, breek. Oh, geen wasjes erin. Eén tikje moet je naar breken, lieve. Nu ga je allemaal barstjes erin. Tik, breek, weg. Tik, tik. Ja. Breek, nee. Ja, maar dit wordt hem dus al niet. Het eerste eitje van Luan ging goed, maar het tweede eitje heb ik even meegeholpen. Er zitten er geen barstjes in. Doe het er maar in. Nee. Goed zo. Ja. Luxie komt hier met hem even pijn. Die mag straks, Luxie, als ze klaar zijn. Goed? Luxie mag straks. Goed zo, Luxie. Alles, hè? Ja. Goed zo. Yeah. Goed gedaan. Oh, ja, een beetje mixen. Op de hart. De eerste nog maar een beetje zacht. Ja, mag ik. Mag jij de beker vast doen? Ja. Zo. Luan er nog een beetje boter. We gaan zoveel maken. Mooi, ik zie het. We zijn er heel veel van plan. Nou, het beslag is inmiddels helemaal geklopt en wel. Nu zetten ze even muffin taartjes op de bakplaat. Kunnen we daar zo meteen met een grote soeplepel zo het beslag in de muffinvormpjes doen. Ik ga nu even de deeg in de vormpjes doen. Oké. Okay. Nou, het beslag. Niet te veel. Nee. Ja, dat is goed. Ja. En niet te vol, de deeg rijst ook nog. Maar aan een bak. Hier is een los. Oh, zullen we het wel lossen? Ja, even neerzetten, anders dan valt hij. Doe maar iets meer. Huh? Iets meer, maar zet hem op de bakplek dan. Ja. Zover? Ja, en dan weer een beetje in. In het bakje. Goed, Lucilla. Kijk eens. Kijk, Lucie, is die voor jou goed? Ja, ja, die gaat Luan daarna doen. Ja, en dat is Lucilla. Ja, schatje. Tada! De
was de... Ja! Ja, de beslag was op. Ja. Dus we hebben er nu 9. Zullen we het nou in de oven gaan zetten? Ja! Luan, de oven open doen. Goed. Luxie, ik leg het klep dicht. Kom maar dicht, Lux. 1, 2. Zo, en dan de knop om. En nu moeten we even. Terwijl de cakejes in de oven zitten, gaan wij even naar boven met de vuilniszak. Want wat gaan wij doen? We gaan even Sammy's kooi doen. Sammy's kooi, de hamster van de wand. Die moet weer verschoond worden. Ja, dan kunnen we mooi even de tussentijd doen. Ja. Mooi, liefie. Dan ga even de kooi verschonen. Hier is Sammy weer. Hier is Sammy weer. Wat is hij aan het doen? Hij zendt rollenbollen in zijn zandbakje. Gaat Sammy bovenop jou, Luxie? Hoi Sammy, waar ga je naartoe? Kijk, Luxie en Lucilla die hebben elkaar de beentjes, de voetjes tegen elkaar aan. Doe maar de voetjes tegen Lucilla aan. Kijk, dan hebben jullie een kooitje voor Sammy. Een kooi. Zie je? Ik kan niet snappen. Loopt dit tussen jullie in? Ik kan niet zo overheen. Oeh, en de kriebelbeentjes. Nou, dat kan er niet. Oh, ik denk dat hij er wel over... Hij klimt er gewoon overheen. Oh. Zo, nou, we gaan eens even de rommelkooi van Sammy opruimen. En Sammy zit altijd in dat huisje, hè, Lu? Dan gooit hij hem om. En wat doet hij dan? Nou, dan gaat hij zo helemaal naar boven en dan... Ja, dan valt hij om, hè? En dan elke keer mama. Zo weer omhoog doen. Ja. Ja. Dat vind ik altijd irritant. Ja. Hey, Sammy. Ach, kijk dan. Paardje, ga erop. Ja, ook bij jou? Moet ze ook bij jou? Hey. Hij komt eraan. Mama. Ga maar liggen. Kijk. Hoe is Sammy bij jou erop? Hop. Hop, hop. Oeh. Moet je wel recht blijven. Het eerste wat we altijd gaan doen, als we de kooi gaan verschonen. Lu, wat is dat? Dan doen we altijd even de onderbak. Gaan we dan altijd even helemaal leeg maken. En wat doen we met alle spulletjes die in de kooi zitten? Alle spulletjes die halen we eruit. Nou, halen we eerst even alle spulletjes eruit. En dan gaan we met een stoffer een blikje alles eruit vegen. Heel goed. En dan in de vuilniszak. Goed zo, jongen. En daar zijn ze met Sammy aan het spelen. Ja. Oh, daar loopt hij. Daar loopt hij op je voet. Oh. Weer een beetje avond geworden, zoals jullie zien. De cupcakes die zijn klaar. Sammy's kooi is schoon. Ja. En ik ga nu eens even de cupcakes uit de oven halen. Oeh. Oeh, kijk. Nee, ze zijn heel mooi bruin. Zo, inmiddels zitten de cupjes aan de cupcakes. Nu gaan we met marsepein de cupcakes versieren. En we doen het een beetje à la Luan, Lucilla, Luxie stijl. Wil jij er ook een? Heb jij ook een cupcakeje, Luxie? Wil jij blauw? Oh, ze zei blauw. Horen jullie dat? Ja. Geef het maar blauw. Goed zo, Luxie. Ja,
blauw. Goed zo. Ja, doe maar op het cakeje. Beetje rollen. Paul, ja, pak een balletje maar. Doe maar op het cupcakeje. Nee, die is niet baar. Luxe, die is niet baar. Zegt ze baar. Juan heeft hier al hele mooie creaties gemaakt. Maar niet heel erg. Het is een soort kunstwerken. Ja, oh ja, moet ik jou ook even kijken. Tilla, die doet overal blauwe puntjes op. En wil Luxie alvast een hapje eten? Hoe doe jij blazen, Luxie? Goed zo, schat. Kijk, dan gaan we even een stukje zo doen. Dan gaan mama even blazen. Oeh, hij is heel lekker, Luxie. Ja. Ga eens proeven. Ik ga de eerste even proeven. Ja, mooi hè? Ja, doe jij niks zo. Ik ga de eerste even proeven. Is hij lekker, Luxie? Ik heb niks erop. Oh, Luan, ik kan dat niet laten. Ja, ben je lekker? Luxie zegt ja. Luxie moet ook even op de zitten. Luan moet ook een hapje nemen. Lekkere bloemetjes ervan gemaakt. Dat is echt wat je kan opeten, snoeppapier. Heel mooi gemaakt. Ja, echt papieren bloemen. Papieren bloemetjes die je wel kan opeten. Ja. Dat is grappig, hè, Luxie. Kan je een bloemetje opeten? Ja, ze is aan het blazen. Hé, hey, maar wie is er dan jarig? Wat? Luxie. Luxie. Wat is Luxie jarig? Is dit nog een beetje voor Luxie's tractatie? Ja. Goed gelukt. Ook voor mij. Ja, ze zijn voor jullie allemaal goed gelukt. Ga je ook een balletje rollen? Ja. Oh. Oh. Pak een balletje maar. Snoepert. Silla moet altijd stiekem tussendoor snoepen, hè, Sil? Ja. Zo, mijn is dan klaar. Mooi. Ik ga de eerste proeven. Dat is mama. 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 Echt een papier op het is snoeppapier. Nee. Lukt het niet, Luxie? Lukt het niet? Ja, mama. En? Twee violette stipjes en twee violette stipjes. Heel mooi, Sil. Ja. Is het goed gelukt? Ja. Eet je nou een echt bloemetje op? Waar smaakt dat naar? Naar papier. Naar papier. Het is snoeppapier. Vind je het niet lekker? Lucilla vindt het niet lekker. Wel. Geef een bloemetje maar aan Luxie. Misschien vindt Luxie het lekker. Nee, Luxie vindt het ook niet. Luxie denkt, ik ga toch geen bloemetje eten? Ja, dan gaat ze blazen. Oh. Oh. Oeh, dat is smullen. Ja. Ja, dat is een papiertje. Ik wilde wel een proeven. Mag ik deze? Oeh, lekker. Hé, mam. Heb je het goed gemaakt? Heerlijk, jongen. Hebben jullie het goed gedaan? Kinderen voor de tv geploft en heb ik eventjes maar snel wat uit de kast getrokken, want we hadden niet meer zo heel veel boodschappen in huis. Dat moeten we eigenlijk morgen even doen, weer boodschappen. Ik heb gelukkig wel wat verse groentjes, even een tomatensoepje opgewarmd. En eens even kijken, kijk, hier zitten ze weer. Even lekker chill voor de tv. Hey, Luxie zegt altijd hey. Zullen we zo lekker een hapje gaan eten? Ja. Ja, wat is er, Lux? Luxie had een broodje. Krek en zwek. Het is schattig hoe zij kijkt naar het filmpje. Ja. Wat ga je doen? Leg je lekker te chillen in je stoel? Ja. Lucilla, ook moe van school, liefie. Hé, gaan we zo lekker eten? Hé, kiede.
Kiede, 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 kiede. Lucilla kan tegen kietelen. Dat is heel vervelend. Ze kan gewoon echt tegen kietelen. Ah, chill. Luan daarentegen, die kan... Die kan. Ik hoef maar te kijken, dat lacht al. Die kan er helemaal niet tegen. Ik doe het een keer. Moet jij ook even kietelen? Luxie ook kietelen? Luxie kan er ook niet tegen. Lucilla kan er echt tegen. Nee, mama kan nee, mama nee, mama kan nee. Klaar. Moest je daarom huilen, liefje? Mama werd gekieteld. Zullen we lekker aan tafel gaan, hè? Zullen we lekker eten? Ja! Lekker eten? Ja! Nou, even papa roepen. Er zit boven nog wat werkdingetjes te doen. Daan? Kom je eten? Nou, iedereen weer geroepen. Ja, dan zeggen we... Vond je het weer een leuke vlog? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. Doei. We zien je morgen weer. Doei. Doei. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.